De Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM stelt een verantwoorde vluchtuitvoering, dus veiligheid, nog steeds als een grote voorwaarde. Dit is de reden waarom de vlucht van gisteren een vertraging heeft ondervonden. Er was namelijk een klacht van technische aard die volgens Cécile Valies, de kwaliteitsbewakingsmanager van de SLM, eerst goed onderzocht en opgeheven moest worden, alvorens er verder gevlogen kon worden. Valies sprak tijdens een persbriefing die vanmiddag op het hoofdkantoor is gehouden. De SLM betreurt het ongerief dat door dit technisch probleem is ontstaan. Maar belangrijk is, benadrukt Valies, dat zij een veilige operatie hebben en daardoor ook het geloof in het bedrijf weer kunnen opkrikken. Wij willen ervoor zorgen dat we een verantwoorde vluchtuitvoering hebben. Je hebt klachten in soorten, met sommige kan je een kleine klacht om het zo te noemen, maar die kan je dan gewoon verder. Daarvoor is een speciale handleiding, we noemen het de MEL, Minimum Equipment List. Het zijn zaken die, als je dat hebt in dat boek, dan mag je daarmee gewoon verder. Het is goedgekeurd door internationale en lokale autoriteiten, dan mag je gewoon verder. Maar komt het niet voor in dat boek, dan moet je wel ernaar gaan kijken. En dat is wat SLM altijd doet. Dus helaas kan dat soms wel gaan leiden tot een vertraging. Ja. Maar kies ervoor veiligheid of vertraging. Ik denk niet dat de keuze moeilijk is. Orlando Mahinder Prasad, de veiligheidsdirecteur van de SLM, zegt dat de passagiers niet bang hoeven te zijn om met de SLM te vliegen, omdat de organisatie veiligheid hoog in haar vaandel heeft. De veiligheidsdirecteur legt uit dat de vertraging ook is ontstaan doordat de SLM als voorzorgsmaatregel een onderdeel uit Miami heeft laten overvliegen. Daarop moest er gewacht worden, zei de veiligheidsdirecteur. Het vliegtuig was eigenlijk voor regulier onderhoud bij Lufthansa in Brussel. Dat is helaas uitgelopen vanwege factoren buiten de invloedssfeer van de SLM. Uiteindelijk is het vliegtuig vertrokken naar Amsterdam en vandaar naar Paramaribo. Onderweg bleek dat er een klacht was. Die klacht is doorgegeven naar Paramaribo. Toen het vliegtuig aankwam, moesten de technici eraan werken. Het kan, als er een klacht is, kan er twee dingen zijn. Of het kan een actuele klacht zijn, of het kan een indicatieprobleem zijn. In dit specifieke geval kon je het niet tijdens de vlucht testen. Het moest aan de grond getest worden door de technici om te kijken welke fase het was. Nadat de technici de troubleshooting hebben verricht, bleek dus dat het een actual klacht was, waarbij een onderdeel verwisseld moest worden. Orlando Mahinder Prasad, veiligheidsdirecteur bij de SLM. Hij sprak vanmiddag over de vertraging die de vliegmaatschappij gisteren heeft ondervonden door een technisch mankement aan de Airbus A340.